Onze verzamelde troepen bestaan vandaag uit de Römerkohorte Opladen als het 6e legioen, het Gemina-project als het 10e legioen en het België. Niet aan die kant, niet aan deze kant. Je ziet de standaarden stellen zich nu op achter de gevechtslinie. Dat betekent dat de Catturio een bevel gaat geven waarbij het betekent dat ze tot de aanval overgaan. En de bekendste aanvalsformatie is de Testudo, de schildpad. Een formatie waarbij alle schilden aaneengesloten worden om alle manschappen te beschermen. Op deze manier kan het bijvoorbeeld als er een bres in een vijandelijke stad geslagen is, de legionairs zo naar binnen marcheren. Ze zijn veilig voor alles wat erop en afgegooid wordt. Dat deden ze om zo indrukwekkend mogelijk te lijken. Maar een linie kan gebroken worden. Twee stukken zijn makkelijker te verslaan dan één. Dat ging in een wichtvorm, een cunius. Latijn voor varkenskop. En dat bedoelen we niet zo'n lief roze biggetje, maar een wild zwijn. Dat aanstormt en dwars er alles heen stormt. Hier is aan de tater! Ad libitum! Thank you.
De Murmeleeuw valt in de categorie groot schild. Ja. Rogate! Je ziet hoe hij in zijn gezicht probeert te steken. Probeert hem af te leiden. Om een stevige klap in zijn helft te geven, zodat ik thuis op word. Wat ik overigens nog wel vertellen, deze gevechten zijn niet gerepeteerd. Het heet die wind wint, degene die verliest, verliest. Het is niet zo gereageerd. Ze gaan erop los. En gebruiken hun eigen kunde en kennis om te winnen. Hij neemt de klassieke houding aan. Knielt voor zijn tegenstander. En biedt zijn nek aan. Dames en heren, de keuze is wederom aan u. Vita of Mortum. En wederom is het duidelijk. Dames en heren, u heeft gekozen voor Vita, voor leven. Vita! Vita, Oorzoes. Hallo, Oezos, Vita! Ja. Oezos. Nee, niks gejuich. Boep wil ik horen. En hier een applaus voor Canutus. Zijn tegenstander, Alexander. Alexander de Grote. Niet omdat hij zo goed kan vechten, maar hij is gewoon lang. U ziet, zijn helm is afgewerkt om zo glad mogelijk te zijn, zodat het net geen grip heeft. Bognate! En moedig ze aan, Alexander en Canutus! Zie dus hoe het net gebruikt wordt. Er wordt vaak gezegd dat een reiteraar is geen schild heeft, maar u ziet wel, het net dient als schild. Hij moet al vroeg in het gevecht overzaken op zijn reservewapen, zijn dolk. Hij heeft nu alleen zijn snelheid nog om te redden. Want hij heeft slechts een minimum aan pansering. Zijn kaleres bovenop zijn schouder is het enige wat tussen hem en een zekere dood staat. Dat en zijn kunnen in het gevecht. Dat gebruikt wordt om het net weg te trekken, om het schild weg te trekken van zijn tegenstander. Ik zou je vinger wel opsteken. Ik heb twee gelijk nu.
doen niet. De muziek stopt, maar het gevecht gaat door, geloof me. Deze jongens laten zich door niets afleiden. Dat skill veel tegenstand probeert te komen. Wint hij het? Oeh, twee zwaarden. Heeft hij hem? Geef je maar over. Bij de Olympische Spelen. Castor, geef je maar over. Victorinus heeft je. Hij wees verder op. Kom, of jouw minder favoriete persoon uit. Wilt u dat Marcus wint? Of wilt u dat Ursus wint? Ursus, die we meenemen dat straks zo broed in de winst toe. Ursus neer. Kijk eens even, wat een moedig gebaar. Applaus voor dit dappere gebaar. Wat een schilder, hij wil een gelijk gevecht. Hij laat zien dat hij de beste is. Geen schild meer. Maar hij brengt zijn tegenstander gewoon op het dier. Ursus geeft zich over. Krijgt hij de kans, die zijn tegenstander daar straks niet kreeg. Ursus, je had je overgegeven. Stuur op die zon!